Goedenavond, dit is de 890ste trekking van de Staatsloterij. Heeft u de loten bij de hand? Hier volgt de trekking van het eerste getal. Maar liefst 240.000 lotenbezitters hebben hun eigen inzet van 25 gulden terugverdiend. Dit met een lot dat eindigt op 5. De spannendste avond van hun leven tegemoet. Uit duizenden aanmeldingen hebben zij zich gekwalificeerd voor de hardste en spectaculairste show van de Nederlandse televisie. Karin en Christian uit Den Haag. Jeroen uit Groesbeek. Chantal en Julien uit Barendrecht. En Vera en Marcel uit Voorburg. Dit zijn de vier koppels. Welke drie koppels zullen er na het eerste spel overblijven? Het wordt een gevecht van alles of niets in de Staatsloterijshow van april 97. Hartelijk welkom, dames en heren, bij de grote maandelijkse dinsdagavondgebeurtenis. De komende 80 minuten die zijn weer ingeruimd voor vier super gemotiveerde koppels die tot op het uiterste zullen gaan voor de inhoud van deze koffer. 100.000 gulden, dat is de hoofdprijs van de kandidaten in de Staatsloterijshow. U thuis kunt gaan genieten van het grootste spektakel op de Nederlandse televisie, met daarbij natuurlijk alle trekkingen van de Staatsloterij. Deze koffer die gaat nu in handen van de dames van de beveiliging, want wij gaan beginnen. Alsjeblieft. En ik hoop dat we elkaar weer terugzien, want dat betekent dan dat de ton er ook werkelijk uit is. We weten, we gaan beginnen met de stormbaan. Vier koppels zijn er in de strijd. Slechts drie koppels zullen hier de vloer van de studio gaan bereiken. De strijd om de 100.000 gulden, die gaat nu beginnen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, en ze zijn los. De dames die springen in de touwen. Zo snel mogelijk eroverheen. Elke seconde kan beslissend zijn voor wie hier doorgaat. Voor wie doorgaat naar de vloer in de studio of wie hier achter gaat blijven. Maanden van training zijn dan al ineens voorbij. Je hebt er alles aan gedaan, maar na 2 minuten ben je uitgeschakeld. Daar zijn we Julien even in beeld. Die moedigt zijn Chantal aan. 2 fysiotherapeuten, dat is Jeroen nu in beeld op dit moment. De onderwijzer van groep 5 en 6 en 9, de 10-jarigen. Daar zien we Vera in beeld. Studenten, lichamelijke opvoeding is bijna klaar. Lerares Gintus eigenlijk. En zij woont samen met Marcel, student vormgeving en communicatie. Zij tikt aan, dat betekent dat Marcel nu kan gaan beginnen.
Marcel, 23 jaar, komend uit Voorburg. Hoe is de situatie daar? Dan zien we Chantal, de fysiotherapeut, tegen die loopband op. En het gaat goed, ze is er overheen. Maar zij niet alleen, Karin ook. En haar Christan, die is nu ook los. Karin en Christan, allebei politieagenten. En daar zien we Peet. Peet heeft een paar problemen. Barkeepster is ze, ook nog aan geholpen. Hé, wat gebeurt daar? Is het goed? Het is goed, ze is door. Kom op, snel eroverheen, Peet. Anders rek je niet meer aan, tikken. En dat betekent dat Jeroen ook kan gaan beginnen. De onderwijzer, ik noemde ze net al eventjes. Alle kinderen zitten natuurlijk te kijken vanavond. En de kant op pubers in, dat zijn Vera en Marcel. Er wordt hier op het scherpst van de snede gestreden. Dit is Julien, een hardloper ook, werd derde bij de kampioenschap op de 400 meter. Fysiotherapeut en nu die band over. Niet stoppen, oh dat scheelde heel erg weinig. En ook de kant op pubers in, omgooien maar. Eerste positie dus Vera Marcel, tweede positie Julien en Chantal. Daar komt Jeroen aan, maar waar ligt Christan eigenlijk? Christan, het niet politieagent, die ben ik even kwijt, daar komt hij aan. Ja, hij drukt aan en dat betekent dat Karin en Christan ook rond kunnen gooien. Vera Marcel, zij zijn reeds door. Julien en Chantal bevinden zich op dit moment in het Spijlenbos. Een paar van die spijlen zitten los. Die moet je zien te vinden, zo snel mogelijk omhoog duwen. De man pakt hem aan en zo baan je je weg naar voren. Het wordt nu een hele harde strijd. Vooral daar achterin, achter in het veld, Christel en Karin, de twee politieagenten. Ja, er is aangetikt. Maar dat betekent dat Julien en Chantal, de twee fysiotherapeuten, zij zijn door en ze zijn ongenadig blij. Het is beslist. Christel en Karin, de twee politieagenten uit Den Haag. Zij zijn door. En de laatste paar meters, het is, ja, triest om te zien hoe weken van training in één keer gewoon triest zijn gedaan. De zwaar teleurgestelde Peter tikt hier aan. Jeroen daarnaast de onderwijzer. Het is gebeurd, het is over. Helaas, je bent er al bang voor van tevoren dat je binnen twee minuten het, ja, het loodje zal gaan leggen. Ik heb in ieder geval 10 staanslotten voor de komende maand. En al jullie... Ja, fans die daar zitten, daar moet je nog even één ding tegen zeggen. Ja, het is emotioneel om te zien. Ze gaan werken tot de laatste snik. Gaan ze door, maar helaas voor hun is het spel over. Luc van Rooij, onze vertrouwde stem. Wie zijn nou de drie teams waarmee wij verder gaan spelen? Vera en Marcel uit Voorburg zijn ons eerste koppel. Ze kennen elkaar nu 2 jaar en wonen sinds afgelopen februari samen. Vera is volgende maand klaar met haar opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en werkt momenteel op een sportschool waar ze massage en fitness geeft. Haar hobby is naast sporten en studeren haar motor, waarop ze bij mooi weer graag gaat toeren met Marcel achterop. Marcel studeert vormgeving en communicatie in Rotterdam en houdt zich bezig met de vormgeving op de computer. Na zijn studie wil hij graag een eigen reclamestudio opstarten. Op weg naar de Ton zullen ze al hun kunsten uit de kast halen. Vera en Marcel. Chantal en Julien, ons tweede paar van vanavond, komen uit Zuid-Holland. Zij uit Nieuwekerk aan de IJssel en hij uit Barendrecht. Ze hebben nu 2,5 jaar een relatie. Hoewel ze nog niet samenwonen, zijn Chantal en Julien toch altijd bij elkaar en daardoor goed op elkaar ingespeeld. Chantal studeert evenals Julien fysiotherapie in Utrecht. Zij zit nu in het derde jaar en gaat binnenkort stage lopen. Chantal en Julien hebben naast hun studie vele hobby's gemeen. Ze zijn beide verzot op snowboarden en actief in de atletiek. Julien is onlangs zelfs derde van Nederland geworden op de 400 meter indoor. Wellicht zal vanavond blijken dat ook sportieve individualisten een goed team vormen. Chantal en Julien. Dit zijn Karin en Christan uit Den Haag, ons derde paar van vanavond. Ze zijn zowel verliefd op elkaar als op hun werk. Beiden zijn in het dagelijks leven werkzaam bij de politie en geven daar ook aerobicslessen. En omdat ze van hun beroep graag een hobby maken, zijn ze in de zomer samen op het Scheveningse strand te vinden als strandpolitie. Hiervoor trekken ze al maanden van tevoren samen baantjes in het zwembad. Met een team van 5 mensen zijn ze onlangs met een Western Step Act eerste geworden bij de voorrondes voor het Nederlands kampioenschap. Christan heeft bovendien een acteeropleiding gedaan en speelt af en toe mee in tv-programma's. Deze Siamese politietweeling staat klaar om de kluis te kraken. Karin en Christan. En daar staan ze, de drie gelukkige koppels die door zijn. Dames en heren, u kent haar ongetwijfeld van het staanslot op locatie. Ze is jong, ze is snel, ze is zeer sprankelend. Dames en heren, mijn assistente Danielle Overgaag. Ja,
Ik sta hier weer achter de kokerdesk. 10 kokers netjes op een rij. In één ervan zit absoluut het juiste toegangsbewijs tot de kluis, tot de 100.000 gulden. De hele show draait er dus om die 9 foute kokers weg te spelen. Dan haal je vanzelf die ene over en dan kun je die ton zo ophalen. Was het maar zo eenvoudig. We gaan beginnen met het zenuwslopende rekenspel. Kom maar mee. Jongens, wat een heerlijk gevoel moet het zijn om door te zijn. Niet meer die nachtmerries van dat je het bij de stormbaan meteen al aflegt. We gaan direct beginnen met het hoofdrekenspel, met dus nog slechts 3 koppels in de strijd. De volgende 9 trekkingen van de staatsloterij, die verbinden wij aan 9 sommen. Nou, elk eindcijfer is het begin van een rekensom. Geef je het goede antwoord, dan verdien je er 500 gulden bij. Maar was het fout, dan gaat er 500 gulden naar beide tegenstanders toe. Let op allemaal, hier komt het eerste eindcijfer met Luc. Daar gaan we, Mark. Ook voor u thuis wordt het weer uitermate spannend, dus hou de loten bij de hand en kijk goed mee. Een prijs van 50 gulden valt op 24.000 loten die eindigen op 7-1. Oké, jongens, concentratie. Eerste som. 71 plus 70 min 12. Ja, Christian. 89. 89, is die goed? Hij is helemaal fout. 129, hoe kan dat nou gebeuren? 250 gulden naar beide buren toegespeeld. We gaan maar snel door met het tweede eindcijfer. Komt ie aan. Wederom 50 gulden op 24.000 loten, maar nu met de eindcijfers 5-5. Oké, laat je niet afschrikken. 55 maal 3 plus 38. Wat is dat, Vera? 193. 193, is dat goed? Nee, er wordt wel snel gedrukt, maar het is nog niet helemaal correct. 203 had het moeten zijn. 250 gulden naar beide buren gespeeld. We gaan snel door. Hou de loten erbij. Hier komt het derde eindcijfer. Nog een keer 24.000 prijzen van 50 gulden op de loten met de eindcijfers 5-0. Derde som. 50 plus 426 plus 55. Rekenen. Ja, Chantal. 531. 531, zeg jij. En hij is goed! Ja! Hij is helemaal op de kop. 500 gulden pakken jullie. Je had al 500 gulden staan, sta je nu opeens op 1000 piek. Het gaat goed, het gaat lekker. Vierde eindcijfer, komt-ie. Voor de laatste keer 24.000 prijzen, ook van 50 gulden. Op ieder lot, dat eindigt op 2-4. 24. Let goed op, plus 68 min 30. Chantal? 54. 54. 62. 62 had het moeten zijn. 250 gulden naar beide buren gespeeld. Houden moet erin. Hier komt het vijfde eindcijfer. 100 gulden voor 2400 lotenbezitters met de eindcijfers 4, 8, 5.